Net als het brandweerkorps in Para is het ook voor de collega's van Coroni moeilijk om hun werkomgeving schoon te houden. Door een gebrek aan voldoende schoonmaak- en onderhoudsmiddelen lukt het de manschappen te Friendship nauwelijks om hun omgeving schoon te houden. Dennis Silent, wachtcommandant van brandweer Coroni, zegt dat de brandweerlieden zelfs geld inzamelen om schoonmaakbenodigdheden te kopen. In het verleden hebben we ook gelden ingezameld om de kazerne een verfbeurt te geven. Dus zo proberen we het hoofd boven water te houden. Maar is het hoofdkantoor wel op de hoogte van alles wat er gebeurt? Ja, de leiding in de stad is ervan op de hoogte, omdat onze leiding hier in Coroni alles naar de stad overbrieven. Silent zegt dat er ook een tekort is aan kleding voor de manschappen. Hun grootste wens is dat post-Coroni weer op een normale manier wordt bevoorraad. Verder voert de brandweer ook in Coroni campagne hoe om te gaan met vuil en grasbranden. Wij hebben een programma dat we jaarlijks de gemeenschap op de hoogte stellen om goed om te gaan met vuur, om vuil te verbranden. En als dat het geval is, ze zijn wel geïnformeerd door middel van ons programma Meer Rood op Straat. Maar meestal in de droge periode, rond eind september, begin oktober, dan hebben we wel meldingen van grasbranden. Maar die komen vaker door de mensen die landbouwers. Mensen die koeienteelt doen, ze verbranden dat gras, alleen dat er jong gras groeit. En ook van vissers en jagers. Silent zegt dat er een forse boete staat op het stichten van branden.